Het is 13 december 1916. Een druilerige dag midden in de Eerste Wereldoorlog. Met hevige gevechten ter land en ter zee. De Grote Oorlog bereikt stilaan een bloederig hoogtepunt. Jullie zijn geallieerden, gevangen genomen in een onderzeeër door de Duitse marine. De boot is onderweg naar het vasteland waar jullie geliquideerd zullen worden. Al uren zijn jullie onder water aan het varen wanneer er plots en gans de onderzeeër minutenlang trilt. Na deze minutenlange bevingen komen jullie tot stilstand. De onderzeeër ligt op een zandbank, gelukkig niet erg diep. Zeer verloren! De bemanning is in alle staten en jullie zien hen zich voorbereiden om naar boven te zwemmen. Ze gaan het sas van het schip in en zonder nog naar jullie te kijken, duiken ze naar boven. Jullie blijven achter, vastgeketend, met nog maximum 1 uur zuurstof in de onderzeeër.